En hallo mensen, tof dat kijken naar weer een nieuwe video. Mijn naam is Rodney en ik ben hier vandaag in GTA Online. Ik ben hier vandaag, normaal ben ik in Call of Duty of in iets anders, maar ik begin dit jaar toch met een gameplay video van GTA. En waarom doe ik dat? Omdat, weet je, ik speel zelf ook best wel veel GTA en als jullie GTA spelen zullen jullie dit zeker wel waarderen. Want, laten we nou eerlijk zijn, GTA gaat over het algemeen om één ding, tenminste dat is een beetje iets wat algemeen staat, dat is wel geld verdienen. En dat er net een paar dingen zijn die ik standaard doe bij Call of Duty, bij GTA, om geld te verdienen. Ik heb voor jullie op een rijtje gezet, wat ik doe eigenlijk. Gewoon al spelen, al een beetje kloten door de map heen, hoe ik geld verdien. Dat is eigenlijk heel simpel. Ik begin eigenlijk, op het moment dat ik online kom, ik zelf heb een CEO account. Dus heb je een mooi kantoortje en al dat gedoe dat je van alles kan doen. Een warehouse erbij, helemaal leuk, maar dat hebben we in dit geval niet nodig, dat gebruik ik hierbij niet. Wat ik doe, is ik heb zelf een Savage en daarmee ga ik, dat doe je gewoon headhunting. Headhunting is een missie waarbij je gewoon alle politie moet doodschieten die aangegeven zijn. Ik denk dat zijn er al 4. En het is heel simpel, je hebt een kwartier tijd, dat reken je makkelijk binnen een kwartier. Ik ga met de Savage een stuk sneller en dan krijg je gewoon 20, of hoeveel als je het langer doet, gewoon meer. Gewoon 20k gewoon instant. Dat is gewoon, als je het op de snel doet, krijg je 20k. Verder kan je altijd nog auto's verkopen. En als je een auto neemt, zoals bijvoorbeeld de lowriders die half upgrade zijn. Je hebt daarvan een paarse, een gele en een groene. Dan kan je die kan je vinden, zeg maar, hier waar wat je nu de kaart ziet. Daar in de buurt rijden ze rond. Ik zeg rond 12, rond 's avonds, zeg, van 10 tot 2 s'nachts. En... ja, maar als je dichterbij gaat zoeken, want dat doe ik ook, want weet je, je kan gewoon verschillende auto's pakken. Dan kan je ook nog naar Eclipse Towers toe, iedereen kent denk ik al. Eclipse Towers, als je GTA speelt, ik hoef dat niet uit te leggen, je ziet het hier op de map, zie je het staan. En daar spant tussen 12 uur s'nachts en 4 uur s'nachts, spant daar om de zoveel tijd, zoals je ziet, ik rij hier rondjes, zie je dat hier een gele auto spant. En wanneer ik naar mijn garage rijd, zie je ook dat ik hem gewoon daar heb staan. Ik heb daar meer van die paarse staan. En die kan je natuurlijk ook gewoon verkopen. En je ziet hier dat ongeveer, ja, ik zeg soms 17, soms 18.000 oplevert. En je hebt natuurlijk een cooldown van al die dingen. Zoals dus een auto verkopen. Dat is ongeveer 45 minuten of een uurtje of zoiets. Iets in de richting. En in de tussentijd kan je dus gewoon weer headhunters doen. En als één punt wat wel een beetje belangrijk is. Op het moment dat je headhunters doet. Als je dat gedaan hebt, heb je een cooldown van 10 minuten. Nou, wat moet je in 10 minuten doen? Dat is heel simpel. Je gaat 5 minuten kloten. En na 5 minuten is de cooldown afgelopen van Excuse the Search. Ik weet niet meer wat mijn koppen die doet dat ding heet. In ieder geval wat je dan moet doen. Dus je moet een package deliveren. Of tenminste, je moet er eentje halen. Je moet iemand doodschieten. Dan moet je die package, moet je dat pakketje pakken. Dan moet je gewoon ergens naartoe brengen. En dan ben je gewoon klaar. Dan krijg je ook koppen 15.000 of zo, of 16.000. Dus dat is eigenlijk een hele makkelijke manier, een soort van to-do-listje wat je kan doen in GTA, om gewoon best wel snel geld te maken. Want ja, je bent toch lekker bezig, je bent niet altijd in missie bezig, altijd weer hetzelfde. Maar je bent gewoon lekker in de map rond aan het rijden, soms pak je een beetje een voordeeltje mee, ga je wat anders doen, dat maakt helemaal niks uit. Je pakt gewoon even een voordeeltje mee en dat is helemaal niks aan de hand. Je pakt gewoon makkelijk je geld. Zo simpel is het. Dus ik hoop dat jullie van deze video genoten hebben. Maak zeker lekker veel geld. Als je het ook van deze dingen kent, laat dan ook zeker even achter. Als er dingen voor je nieuw zijn, laat dan ook zeker even achter. Dan zou ik zeggen, iedereen hartstikke bedankt voor het kijken. Dan zeg ik laters, dag en doei.